Milky. Shh. Milky. Okay. Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Daar doen jullie ons een heel groot plezier mee. Zoals jullie konden zien in video 2 dagen geleden, denk ik, ben ik met Jolien. Sorry, Milky is aan het krabben aan zijn krabpaalding. Dus ik ben 2 dagen geleden met Jolien en Jano en Sam was er ook even naar de IKEA geweest, naar de Action geweest en naar Mezzo du Monde geweest. En ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Als eerste beginnen we met de IKEA. In de IKEA heb ik deze kaarsen gekocht. Ik heb 2 perzik kaarsen gekocht. Ze zien er zo uit, gewoon oranje eigenlijk. Zo. En Celine zei mij dat die ongelooflijk goed roken. Dus ik dacht, I'll take them. En die ruiken inderdaad ongelooflijk goed. En dan heb ik eentje genomen, cinnamon en appel. Die ruikt ook heel lekker, die ruikt heel kerstig, vind ik. En die ziet er zo bruiner uit. Dan heb ik in de IKEA deze hangplant gekocht en deze pot. Zo, we hebben de slaapkamer, nog een plant. Want we gaan de slaapkamer binnenkort een klein beetje veranderen, denk ik. Dus dan nog wat groen erbij. Is natuurlijk wel een nep plant. Want echte planten, dat overleeft niet bij ons. Dan ben ik naar de Mezzo du Monde geweest. Deze heb ik gekocht in de Mezzo du Monde. Deze is om in de auto te hangen. Dat is zo'n geurtje in de vorm van een vosje. Perfect voor de herfst. Dan als volgende in de Mezzo du Monde heb ik deze trainer gekocht. Deze is een theetas met Hugs Season. Hoe schattig is dit? Cute. En dan heb ik nog deze. Die is ook echt super schattig. Kijk hoe schattig deze is. Cute. Perfecte herfstkopjes. Als volgende ben ik naar de Action geweest. En dan heb ik weer een hele grote zaak, as you can see. Zoals jullie weten hou ik heel veel van kerst. En kerst is over 2 maanden en een half of zo, denk ik. Santa's coming to town! Santa! Oh my god! Maar alleszins, over een dikke maand ga ik mijn kerstboom zetten, denk ik. Ergens tegen 20 november of zo. Santa's coming. Als eerste heb ik deze gekocht. Een auto met een kerstboom erop en kerstlampjes. Hierin zit zo'n machineke waar je batterijtjes moet indoen. En dan geeft deze kerstboom op de auto licht. Hoe cute is dat? Kan ik toch niet laten staan. En dan als tweede heb ik deze gekocht. Ik weet niet of die al aangaat. Oeh ja, die werkt gewoon nog. Kijk hoe mooi. Oei, dat kaartje. Zo zien jullie het misschien. Het is een fles met daarin nep sneeuw en lichtjes en een tak met, ja, een kersttak of hoe noemt dat. Dus in een fles. Schattig. Dan heb ik batterijen gekocht, want in al die lichtjes dingen moeten natuurlijk batterijen. En ik heb nog zo een snoer met zo, ja, zo'n ijzeren snoerdraad met lichtjes gekocht voor aan ons bed. Want dat wil ik ook. Dan heb ik deze gekocht om een kaarsje in te zetten. Cute. Het is gewoon zo'n wit huisje met sterretjes. Amerika de hik. Vond ik ook super schattig. En dan gewoon een benodigdheid, iets wat je altijd nodig hebt. Wc-papier, want de mens moet naar het toilet kunnen gaan. You know. Sitting on toilet.
sitting on a toilet. Dan heb ik deze lampjes gekocht. Ook super schattig. Deze zijn echt zo cute. Zo van die glazen kerstbolletjes met sterretjes. Dan heb ik nog handzeep gekocht, omdat we dat nodig hebben in de keuken. Omdat onze handzeep op is van Dove. Met verzorgende handzeep. Ah, oei. Warm vanilla. Oei, ik ben dan echt geen vanillepersoon. Maar oké. En last but not least heb ik deze gekocht. Ik denk toch wel wat dat is, ja. Kijk hoe mooi. Dit is zo'n lantaarnpaaltje. Met, ja, met een kerstautootje en een kerstboom en sneeuw. En er staat op dat het muziek maakt, dat het licht geeft. Oei, mijn gsm. En dat er ook sneeuw valt. Dus ik ben kei benieuwd of dat echt is. Oké, dat is alles wat ik heb gekocht. Er waren nog veel meer mooie kerstspullen in de Action. Maar ik dacht, ik ga me nog niet helemaal laten gaan. Want ik heb ook nog wel veel. Dus ik ga eerst het met deze dingen doen. En dan ga ik zien als ik nog een paar nieuwe dingen erbij wil ofzo. We shall see. Alleszins heb ik wel al een paar leuke dingen. Oh, vinden jullie het te vroeg om al kerstspullen te kopen of nog niet? Laat het mij weten in de comments. Maar ik denk van, ja, ze staan er al in de Action. Want trouwens ook, het is eigenlijk, de herfst is pas begonnen. En alle herfstspullen waren al allemaal weg in de Action. Dus ik dacht, ja, alle kerstspullen gaan ook al weg zijn voordat kerst is of zo, hè. Je gaat dat zien, dan gaat het keisnel gaan. Dus ik dacht, ik neem het gewoon mee. Weet je, kan geen kwaad, hè. Dat kan hier ook nog een maandje staan of dat kan daar een maandje staan. Maar daar is het sneller uitverkocht en hier weet ik zeker dat ik het heb. Dus dat is mijn theorie. Als jullie het leuk vonden, doe zeker thumbs up. Vergeet ook niet te abonneren. En wij zien jullie morgen!